Een manier om die flexibiliteit te verhogen, om na te denken over wat is nou uiteindelijk mijn missie in het bestaan, als bedrijf dan, hè, is functieanalyse. En dat wil ik jullie even laten zien. Dan kan het zijn dat ik een paar plaatjes moet doorklikken, want oh ja, ik had hier papier nog even als voorbeeld erbij genomen, maar dat punt hebben we voldoende behandeld, denk ik. Althans, in principe van wat is wel of niet klaar voor de toekomst, de e-reader. Functieanalyse, die moest ik even hebben. Kijk, wat je gaat doen. Stel, je hebt een bedrijf dat koelkasten fabriceert. Een eenvoudig, concreet voorbeeld genomen. En jullie kunnen dus proberen allemaal om iets dergelijks te doen voor je eigen branche of je eigen bedrijf. Nou, de vraag die je dan kunt stellen van wat wil de consument eigenlijk, is de achterliggende vraag en die gaan we in stappen beantwoorden. Moet je kijken. Stel, je bent koelkastfabrikant, je klant wil dan dus een koelkast kopen. Ja, ja toch, dat was toch de gedachte eigenlijk als je koelkasten fabriceert? Ja, maar oké, wat je nou kan doen, en dat is het wezen van functieanalyse, is dat je iedere keer weer, net als een kind van 3 dat in de waarom-fase zit, iedere keer gaat vragen, waarom? Waarom wil die klant een koelkast kopen? Nou, omdat hij een koelkast in huis wil hebben. Ik heb hier haar huis neergezet, omdat... Maar goed, los daarvan, je wil een koelkast in huis hebben. Ja, maar wacht nou even, als je een koelkast in huis wil hebben, wat is het verschil met de vorige zin? Dat is dat kopen. Hé, maar wacht, als je dat nou bedenkt, dan kun je daar misschien ook een andere oplossing voor verzinnen. Wie weet, gaat het helemaal niet om kopen. Het gaat gewoon om dat het ding er staat. Ja, maar als dat zo is, dan zou je in plaats van verkopen, als leverancier, ook kunnen gaan leasen, gaan lenen, weet ik veel wat allemaal. En dan verander je van een productenproducerend bedrijf in een dienstverlenend bedrijf. En dan gaat er opeens een knop om. Dan heb je opeens een andere missie in het bestaan als bedrijf. Dan verschaf je dus in feite een koelfunctie. Nou goed, mijn eigen recept verder volgend komt er natuurlijk nou weer. Waarom? Nou, omdat je wilt je voedsel kunnen koelen. Oh, maar wacht, als dat het idee is, hoe kun je voedsel koelen? Ja, wel op meer manieren dan alleen een koelkast. Vroeger deed je dat in de kelder. Ja, oké, en dan had je geen ijsjes van min 18 toegegeven. Wij moderne consumenten willen dat wel. En we willen ook de iglo en zo in huis hebben, maar oké. Even afgezien daarvan, als het gaat om voedsel koel houden, misschien niet echt ijskoud, dan kun je dat ook met een kelder doen. Ja maar, wacht nou even. Huizen van tegenwoordig hebben geen kelders meer. Nou, laten we ze dan weer met kelders gaan bouwen. Dat kan toch? Of laten we dan de koelkastfabrikanten met de huisontwerpers laten samenwerken, om het huis zodanig te ontwerpen dat die koelte misschien wel in de winter diep onder de grond wordt opgeslagen en in de zomer weer naar boven komt. Dat kan allemaal. Ik geloof dat ook de Hanse Hogeschool gebruik maakt van warmte- en koudeopslag. Dus we weten al lang hoe dat moet. Zo moeilijk is het niet. En dat kan je vast en zeker voor hele huizenblokken ook wel. En dan heb je misschien wel helemaal geen koelkast meer nodig of een kleinere koelkast. Oké, waarom wil je dan dat voedsel kunnen koelen? Nou, omdat je gewoon voedsel in huis wilt kunnen bewaren natuurlijk. En vroeger deed je dat op andere manieren. Dan deden we bijvoorbeeld een heleboel zout bij. Uit haring, kaken, weet je wel? Ja, nou, saap tegenwoordig geen populaire stof meer. Dus dat is een slechte kandidaat als alternatief. Maar we hebben wel meer. Je kan vriesdrogen. Je kan het in een potje stoppen of in een blik stoppen. Wekken. Er zijn allerlei manieren om voedsel houdbaar te maken. En in dat geval, kijk, stel nou dat die ontwikkeling zo loopt. En jij bent koelkastfabrikant. Waar blijf je nou over 25 jaar? Dan ben je weg. Tenzij je dit van tevoren bedenkt en zegt, ja nee, maar mijn taak in het leven, als bedrijf, is niet zozeer om koelkasten te verkopen, maar om mensen te helpen een voedselvoorraad in huis te bewaren. Kijk, en dan ga je misschien wel diezelfde move maken die Xerox gemaakt heeft. En dan zit je over 25 jaar heel andere dingen te doen, maar je bestaat wel. Dat is dus... We gaan nog verder hoor. Want waarom wil je dat dan? Ja. Hé, hier gaat iets verkeerd om. Nou oké, daar is die dan. Waarom wil je dat? Nou, omdat wij, rijke, verwende consumenten als we zijn, gewoon op elk moment vlot over voedsel naar keuze kunnen beschikken. Dan hoef je het niet in huis te hebben. Wat kan je bijvoorbeeld dan wel?
SRV-man. Ja, dan krijg ik toch weer de melkboer, hè? Ja. Ja. Maar wat dacht je van een buizenpost? Een buizenpost die zo de dingen bij je aflevert. Of wat dacht je van een 3D-printer die je voedsel voor je print? Ja, je lacht nou, maar dat gaat er komen. Eerst wel, ja, er zijn 3D-printers, alleen nog niet voor voedsel, voor zover ik mij bekend. Ja, kan je voedsel printen? Kijk eens, nou hier, we lopen wel weer achter. Kom eens zien. Oké. En waarom wil je dat dan uiteindelijk? Gewoon dat je onbelemmerd wilt kunnen genieten. Nou, dat kan ook met andere dingen dan voedsel. Dus als uiteindelijk puntje bepaaltje komt, misschien dat onze koelkastfabrikant over een tijdje kermissen heeft. Noem maar wat. En zo zie je dus hoe je door iedere keer weer die waarom-vraag te stellen en steeds verder uit te zoomen. Waarom wil de consument dat? Oh ja, omdat die eigenlijk, zo en zo, dan kun je iedere keer tot nieuwe concepten komen, nieuwe creatieve ideeën, je verruimt de mogelijkheden om te bedenken hoe je kunt voortbestaan als bedrijf. En op die manier kun je dus een bedrijf maken dat klaar is voor de toekomst. Nou, ik denk dat ik zelfs iets dik door mijn tijd heen ben. Wat we nu in de workshop, degene die daarheen gaan, mijn workshop dan, gaan doen, is we gaan dit in de praktijk eens wat proberen. Zo'n functieanalyse maken en zo nog een paar dingen. Dus voor nu wou ik het daarbij laten. Heren, ik dank u hartelijk voor uw medewerking. Oppositie, ik wil jullie ook heel erg bedanken voor je medewerking. Dames en heren, applaus voor...